We zijn te gast bij Kunstkring Eimerik in Hezen. We zijn hier in de kunstkazerne, maar vroeger was dat de brandweerkazerne. En nog vroeger was het een gemeenschaphuis voor de Hezen en een filmzaal, een feestzaal. En ik weet niet wat ze hier allemaal gedaan hebben, maar een heleboel Hezenaren hebben daar goede herinneringen aan. Wij hebben dat weer wat hersteld door er een mooi atelier van te maken hierboven. Voor de kunstenaars, voor de schilders, hier beneden voor de beeldhouwers. En we voelen daar al zeer happy in. En de club is ook gegroeid daardoor, want wij waren aanvankelijk opgericht in 2001. Als navolging van de schildersdorp Hezen hebben we gepoogd dat weer op nieuw leven in te blazen. En we zijn toen met 25, 30 leden begonnen, maar inmiddels met name door dit gebouw. Het loopt een beetje af en aan. De 100 halen we nog niet echt, maar dat komt waarschijnlijk binnenkort. Er wordt hard gewerkt door schilders en tekenaars. De Kunstkring beschikt over een eigen lijstenmakerij. Dit is een antieke schilderijlijst. Die hebben wij gekregen van Weidere Leo Pisa, een aantal. Kijk, want hier wordt niet meer geschilderd in die trant waar deze lijst op past. Kijk, hier zitten nu weinig ornamenten. Er zitten wel veel ornamenten in, maar die zijn allemaal repeterend. Die zijn allemaal hetzelfde. Maar je hebt ornamenten waar dat hier bijvoorbeeld ook nog een ornament zit, wat dan later laten ze terugkomen in de hoek. Gewoon in de, ja, hier in deze hoek. En dat wordt er echt in geboetseerd. Er wordt geboetseerd zoals deze is. Daar hebben ze wel een afdruk van gemaakt. Ja, want je kunt gewoon met gips een afdruk maken en daarna was inleggen en dan ook weer afgieten. Maar dit kunnen wij niet maken met deze machine. En ook hebben ze een brede lijsten niet meer. Er liggen er nog wel een paar die een centimeter of 10 breed zijn, maar dat wordt moeilijk snijden. Ja. Daar moet je echt je tijd voor nemen, dus niet de grote stukken, want dan krijg je de fout in. Dan klemt je dadelijk een beetje. Een speciale lijm daarvoor, die is binnen 3-4 minuten is die hard. We halen niet apparaat ervoor als hier een glasplaatje in moet komen liggen om het glasplaatje vast te zetten. Niet erin komen hier van die kleine pinnetjes in zitten. Dan zit het glas er vast in. Ja, er zijn van die leuke dingen wat we extra kunnen doen hier voor de kunstkring met zo'n machine. Ja. Martin, wat zien we hier? We zien hier een boot in serpentijn met bronzen peddels erop, of riemen zoals je het noemen wilt. Ik heb die boot gemaakt omdat het is actueel, heel actueel, bootvluchtelingen. Ik heb hem ook Amici genoemd, vriendschap. En een blok rots als zuil, omdat heel veel van die bootjes, die rubberboten, ergens in het Middellandse Zee gewoon op de kust, ook op een rotsige bodem varen. En vaak daar heel de handel kapot slaat, of dat ze nog net niet aan de kust zijn. Beeldhouwen in steen is toch anders dan met hout. Dus waar je met steen naar de steen moet toewerken, omdat anders het zomaar in stukken breekt, moet je met hout juist ervan afwerken. En dan moet je nog een beetje de goede richting zoeken. Het is een oud stuk van een soort bindhout, van wat vroeger misschien in een woonhuis als draagbalk heeft gediend. En daar ben ik nou wat vorm aan het geven. In het midden hebben we een boomstam zoals wij die wel eens krijgen uit van omgevallen bomen uit het terrein rond het kasteel. Daar mogen wij van de bron een hele boom mogen wij meenemen en die gebruiken we ook. Er hier eentje staan en dan kan je duidelijker zien van wat nou het moeilijk is van het werken in hout. De boom groeit één kant uit
En als ik nou met de beitel die kant uit ga, dan ga ik daar dus te veel in. Dat is dan tegendraad. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Is mij geleerd. En dus je moet dan altijd zoeken van hoe wil ik mijn kunstwerk maken. En dan moet je dus eigenlijk altijd proberen met het hout, met de richting van het hout mee te werken. Dit is maar een voorbeeld, het is nog lang niet af. En het is eigenlijk een persiflage op horen, zien en zwijgen. Horen en zien, dat ging me nog wel goed af, maar toen vond ik bij het zwijgen van ja, misschien op dit moment een wat politiek statement. Voorlopig zit de figuur nog in een soort niqab en zit daar alleen nog maar een gezicht. En misschien komen daar nog wat tralies voor, maar daar, ja, dat moet gewoon nog een beetje ontwikkelen hoe dat daar verder gaat. Maar dat kan ik hier dus allemaal maken in, met wat eigen gereedschap en wat gereedschap wat we krijgen van gered gereedschap. En zo zijn we hier gewoon lekker een donderdagochtend vaak mee bezig. Dus leuk om te doen. Kei leuk zeg ik altijd maar. En op een drukke dag dan staan we hier met 5, 6 mensen flink te hakken. En als het goed weer is, dan gooien we de deuren van de garage open. En dan zijn we tot in de verre omgeving met ons hobby te horen. Dat geloven we graag. Ik was in het Noord-Brabants Museum en dan zag ik werk hangen en ik dacht, oh ja, dat trof mij zo, de techniek inktject laser, het overbrengen van inkt op hout of papier of doek. En dan ben ik 's avonds, kwam thuis, ben ik helemaal uit gaan zoeken. Ik dacht, en uit gaan proberen. En ik ben helemaal bevlogen ervan. Ik dacht, ik wil een familiegalerij maken. Mijn moeder is afgelopen zomer overleden. En binnenkort hebben we hier de eerste familiereunie. En ik dacht, ja, dat zou ik een hele mooie gedachte vinden. Om ons gezin op een rij te hebben. Voordat de beeldhouwer aan het werk gaat, maakt hij een model van klei. Sommige leden hebben thuis een atelier. Nee, ik werk niet op de kunstkazerne. Ik vind het fijn gewoon in mijn eigen ruimte en de tijd die mij uitkomt hier te werken. Dan heb ik alles bij de hand en ik kan meteen beginnen even na het eten of even voor het eten. Dat vind ik fijn. Ja. Wat voor mensen komen hier om kunst te maken? Ja, mensen die toch al wat, ik wil niet zeggen op leeftijd zijn, maar onze ledental is tussen de 50 en de 89. En dat geeft al aan dat het een echt de grijze golf is, die heel actief is en zichzelf nog bezighoudt met kunst en daardoor waarschijnlijk ook langer actief blijft in allerlei zaken. En elkaar steunt hier, ze kijken naar elkaar hoe ze het doen. Beeldhouden is iets wat je alleen doet. Hè? Wat is er nou zo leuk aan om dat dan hier met meerdere mensen samen te doen? We hebben hier geen echte docenten, maar we leren hier heel veel van elkaar. Het is ongelooflijk wat je op een ochtend ervan kunt leren. Ik vind me nog steeds beginneling, want het is elke keer nog iets wat ik niet goed kan. Dan vergeet ik weer het werkstuk goed op de bok te spannen. En dan schiet me iemand de hulp van dat moet je zo doen. Ja, dat is gewoon heel fijn om dat met z'n allen in zo'n club te zitten. Nou, en als we dan moe zijn, dan gaan we koffie en dan ontstaat er ook van allerlei gesprek. Dus ja, helemaal goed.
En ik zou zeggen van tegen mensen die er een keer willen komen kijken, alsjeblieft een keer doen. Ik was enige tijd gepensioneerd. Ik werd uitgenodigd door mijn dochter en schoondochter om mee te doen met een cursus beeldhouwen. En binnen een paar weken was ik verkocht en ben ik doorgegaan. Die twee dames zijn gestopt, maar ik ben doorgegaan, ja. Ja. En ik heb hier en daar wat cursussen gevolgd, maar ik ben eigenlijk dan wat je noemt autodidact. En dat is een tegenstelling tot de meeste leden van de kunstkring. Ik denk toch gauw 60% heeft een duidelijke opleiding gevolgd. Vaak ook in België, maar ook bij Nederlandse kunstacademies. Ja, leuk om mensen te ontmoeten. En weet je, van het een komt altijd het ander. Dat zie je nu ook wel. Anders had ik nooit meegedaan aan de atelierdagen. En ja, dat is er nu wel van gekomen. En dat heeft mij toch weer in een soort flow gebracht. Dus ja, als je ergens aan begint, er komt altijd wat op je pad. Zijn er bepaalde voorwaarden waar iemand aan moet voldoen? Ja, wij noemen dat iedereen die creatief bezig is, mag mee gaan doen bij ons. En je kunt ook op de openstellingstijden van dit gebouw gewoon binnenlopen en kennis maken. En desnoods zeg je, ik kom een paar dagen of een paar avonden mee schilderen of hakken. En dan ontwikkelt zich vanzelf een relatie. En op die manier komen ook regelmatig wel nieuwe leden binnen. Maar niet dat het storm loopt, maar zo werkt het wel. Of als wij een keer een tentoonstelling houden of een expositie. Meestal merk je dan ook dat na aanleiding daarvan één of twee mensen zich aanmelden om eens te komen kijken. En uiteindelijk wordt het wel een match. Ja. Allemaal lagen in, sedimentgesteente, of hoe in de zee allemaal lagen, kalk, diertjes, alles heeft zo. En door hoge druk is het op elkaar gekomen, op elkaar geperst. Maar er heeft elke keer nog water tussenin gezeten. Dan kun je aan de andere kant kun je dat duidelijk zien, dat ze hem even goed geruit kunnen krijgen. Kijk, hier kunnen we zien, dus de laaggebouw is van die kant uit opgebouwd. Dus dit was beneden en dat was boven. Hier is er steeds meer luchtruimte ingekomen. Hier kunt u heel goed zien van dat er nog bepaalde openingen zijn waar altijd water nog doorheen heeft gestroomd. Wat voor activiteiten kunnen we binnenkort nog verwachten van de kunstkring? Binnenkort, heel binnenkort, gaan wij de atelierroute houden in Hezen. Dat is 3 jaar geleden begonnen. Dan gaan we afwisselend in de dorpskernen Hezen, Sterksel, Leende houden wij een atelierroute. Dat wil zeggen dat je bij mensen thuis kunt gaan kijken hoe zij bezig zijn met hun ambacht, met hun kunst. En dit jaar doen we dat weer in Hezen. En dat wil zeggen dat we 13 plekken bij galerieën en ateliers thuis kunnen gaan kijken hoe mensen tot hun werken komen. Daarnaast houden we dan open huis in dit gebouw. Er staan dan 5, 6, 7 kunstenaars die laten zien hoe zij hun ambacht uitoefenen. Je kunt dan eventueel ook meedoen als je wil. En we hebben in het perron, in de grote Rabozaal, denk minstens 150 kunstwerken hangen. Recente kunstwerken van Heesere kunstenaars van de kunstkring Eimerik en beeldhouwwerken, schilderijen en beeldhouwwerken. Leuk om met anderen in contact te zijn die ook schilderen, ja, of beeldhouwen of wat dan ook. Je komt altijd nieuwe dingen tegen. Ja.